Twee maanden geleden vertrok vanuit de haven van Shanghai het schip Blue Marlin van het Bredase bedrijf Dockwise, met daarop 19 casco's van binnenvaartschepen. De vracht is bestemd voor de VK-groep in Werkendam, die wereldwijd 11 scheepswerven bezit. De reis is bijna 57.000 kilometer lang en eindigt in de haven van Rotterdam. De lading 30 miljoen kilo. Het zijn eigenlijk half fabrikaten waar je het over hebt. Dat zijn puur de sassies, de rompen van de schepen. En de installaties en de technieken van de Nederlandse producenten die worden de komende maanden aan boord gebracht. Dus het is goedkoper om de casco's in een laagloonland te laten maken in China. En het technisch vernuft dat je nodig hebt om die dingen echt voor de klant geschikt te maken, dat doe je in Nederland. Dat klopt. En dat is natuurlijk gewoon bewust eigenlijk gedaan. Allereerst houdt dat de waarde van de schepen natuurlijk extreem hoog. Want aangezien we natuurlijk ook midden in een recessie zitten, zijn de schepen qua waarde enorm gedaald. Maar aangezien we natuurlijk toen die tijd al heel erg laag geproduceerd hebben, zijn we nog steeds in de goede koers op het gebied van de kostprijs van de schepen. Want is het nou een boot of een ponton of een poot of een bonton? Ik noem het een schip. Ja, want het kan zeg maar een stukje zinken om die pontons erop te laten drijven. Ja, nou dat is het unieke van al onze schepen. We hebben 19 schepen, niet zo groot als de Blue Marlin, maar wel vrij fors allemaal stuk voor stuk. En die hebben allemaal de eigenschap dat ze met het dek onder de waterlijn kunnen. Sommige kunnen dus inderdaad met 13, 14 meter water boven dek. En dat betekent dat je hele grote drijvende constructies boven het dek kan laten brengen en dan met het schip omhoog kan brengen. En dan kun je ze feitelijk droog vervoeren. Het grootste deel van de 19 casco's is bestemd voor de werven in Werkendam en in Heusden.